gisteren een hele mooie winnaar. Tenminste, dat vind ik. Dylan Groenewegen. Henk, hoe heb jij? Heb je gisteren ook genoten van de eerste etappe? Ja, en dan komt er toch een renner bovendrijven die toch schijnbaar zijn weg goed weer te vinden in een peloton. Die eindelijk eens het treintje loslaat. En in mijn ogen daarom ook de rit wint. Nou, Ludo, wij hebben samen gisteren gekeken. Ik vond het een hele hectische sprint. Ja, daar moet ik u wel in bijtreden, want het was een beetje chaotisch op 200 meter van de meet. Het was van links naar rechts en het was echt positie kiezen. En Dylan heeft dat perfect gedaan. Ik had hem gisteren ook getipt. Hij maakt het toch af en toch tegen de beste sprinters in de wereld. En ja, dat oogt mooi voor zijn adelbrief. Vandaag, tweede etappe, een tijdrit van 9,6 kilometer. Ik wil van jullie weten, ja, ik heb één favoriet, maar ik wil jullie favoriet weten voor vandaag. Nou, wij zijn Nederlanders, dus wij hebben allebei Tom in gedachten, denk ik, toch? Jij ook, Tom? Ja, Tom is altijd mijn favoriet. Ik vind Tom helemaal geweldig als renner, als mens. Hele mooie renner. Helemaal mee eens. Alleen het blijft koers en er zou maar zo een ander uit de bus kunnen rollen. We hebben nog een goede Nederlandse renner, Jos van Emden, die zou dat ook kunnen. En Ludo heeft nog wel een paar buitenlandse renners die dat ook allemaal aankunnen. Een paar Belgen? Nee. Oh, de Belgen, nee, ja. Nee. Ik denk dat Greg van Avermaat wel zijn mannetje kan staan voor niet te veel tijd te verliezen als hij zijn zinnen zet op het eindklassement zondag. Maar ik denk in eerste instantie aan Ron Dennis. BMC met een zeer sterke ploeg. Dat is toch iemand die een stukje kan tijdrijden. Een even knie van Tom Dumoulin als hij een goede doen is. Dus ik denk dat het heel spannend wordt.